De visie van deze regering is dat we naar een samenleving moeten groeien waar iedere Surinaamse burger gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt, ongeacht afkomst, vermogen, etniciteit of religie. Voorzitter, als iedereen vooruit kan gaan, alleen dan kunnen wij als natie groeien en verder werken aan natieversterking in eenheid en eenheid in de samenleving. En om dat te kunnen bereiken, voorzitter, zullen we de maatregelen moeten nemen die noodzakelijk zijn om onze economie te herstellen en om onze samenleving te hervormen. Dat we niet meer op basis van lenen en lenen en lenen en afhankelijkheid van anderen leven, maar dat we op basis van onze eigen kracht en eigen kunnen en eigen productie kunnen werken. Dat we samen als Surinamers met trots en waardigheid, met opgeheven hoofd, gezamenlijk naar onze samenleving kunnen kijken.